Goedendag kijkers, ik ben Ivan Tayapin voor Surifatu.com. Ik zit vandaag hier naast een hele leuke dame. Ik hoef er volgens mij niet eens voor te stellen, want jullie kennen haar allemaal. Conchita Leeflang. Hallo. Conchita is hier op vakantie. En ze gaat ons even vertellen wat ze hier is komen doen. Wat ben je hier komen doen, Conchita? Vakantie, mijn ouders, mijn familie, mijn vrienden. En ik heb een nieuwe babylijn. En Babylon and Victoria. En dat is in Bundle of Joy. En ik ben ook komen kijken, weet je, de Now My Business, you know, associates. We're working together. Dus ja. Oké. Okay. En ik heb begrepen van de kranten dat je een fotosessie had, een of andere foto. Ja, dat moet ik nog doen. Ik heb een, ik heb een wedstrijd gehouden, want ik heb wel modellen. Ik heb modellen in Amerika, maar ik wil echt Surinaamse modellen een kans geven. En ik vind die kinderen hier vreselijk mooi. Yeah. Ik vind die kinderen vreselijk mooi. Ik kon ook geen keuze maken. Die diversiteit in die kinderen, nou, Chinees, Creool, gemixt met alles. Er zijn bijna 1000 inzendingen gekomen. Mm-hmm. Ik wil alle kinderen hebben. Men moest me stoppen van, Conchita, stop. Die kinderen waren allemaal stuk voor stuk mooi. Ik hou er niet van om te moeten kiezen. Ja. Maar ja, ik moest wel. Maar vertel, Nederlandse Hollywoodvrouwen, we hebben je allemaal erin gezien. En het is nu op tv in Suriname. Ja. Het is een heel leuk programma. Hoe kom je eraan? Hoe ben je ermee begonnen? En waar gaat het naartoe met Nederlandse Hollywoodvrouwen? Ja, waar het naartoe gaat... Mijn mouth is sealed. Oh. Ze mag er niet te veel over zeggen. Maar wat kan je ons misschien Ja, maar in elk geval, nee. Kom, ben je in de volgende aflevering? Ben je luister. Oh, je bedoelt seizoen. Seizoen, ja. Daar gaan we nog even over praten, want who knows. We're working on, whatever. Maar 2013 wordt een heel spannend jaar, geloof me. Heel spannend. Er komen heel veel dingen die echt... Suriname wordt echt nog meer op de map gezet. Kom je naar Suriname met Nederlandse Hollywoodvrouw? Nee, dat denk ik niet. Maar het is echt in Hollywood. Het is echt in California. Ja. Dus okay, het gaat dus om ons leven in Californië. Ik dacht misschien kom je naar Suriname met de kaas en dan ga je weer weg. Dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel leuk zijn. Maar nee, ik denk niet dat we dat doen. Maar ik doe mijn eigen... Oké, dus Mariah Carey, The Kardashians. En you're the first one to know and hear about this on camera. Mariah Carey, the Kardashians en die tennisspeler Serena Williams. Ze hebben allemaal kleuren gecreëerd voor OPI nail polish. En ik ben de volgende. Oké. Ik heb voor OPI nail polish nu 4 kleuren gecreëerd. En die komen volgend jaar uit. Bravo, jullie horen het. Conchita is druk bezig in LA. Ja. Maar we gaan even snel verder. Conchita, ja. Je bent hier op vakantie in Suriname. Wat betekent deze periode voor je? Decemberperiode in Suriname? December is gewoon heerlijk. Mm-hmm. Het is feestperiode en eten, feesten. En ik heb de laatste twee jaar heb ik niet veel gedaan. Ik ben echt thuis geworden. Ja, maar dit jaar... Ik heb je zien feesten in de discotheek. Conchita feest verschrikkelijk. Als echte Surinamer. Als een echte Surinamer. Oroyari, waar ben je Oroyari? Het Vat. Nee, niet het Vat, sorry. Galaxy en... Je gaat even de route voor ons. Dus eerst Galaxy, dan het Vat en nee, dan blablabla. Het Vat weet ik niet, want het is ik vind het een beetje druk. Dus het Vat ga ik waarschijnlijk 30 of zo en dan ervoor. Maar 31... Dan 30ste naar het Vat en dan Galaxy. Want je moet je programma ook helemaal in elkaar zetten. En Optic Ninon. Optic Ninon en Galaxy, smiddags in de stad. Eerst ga ik naar de familie van mijn vriendin en weet je, Otje Sibilo, al die Marissa en zo. Okay. Ga ik eerst met hun een beetje feesten, vind ik heerlijk. Even thuis bij Soraya, hen feesten. Nee, niet thuis, in de stad. Okay. Soraya is mijn beste vriendin, dus waar zij gaat, ga ik ook. Oké, dat is nice. Maar we hebben een cadeautje voor je. En ik weet niet als je het op de 31ste wil aandoen of eerder, ik maar maakt niet uit. Maar we hebben een heel... Ja. Zwart, gelukkig. ja. Laat me het even om je zetten. Okay. Staat je leuk? Ja. Oké, Surifatu was. Ja, Surifatu cadeautje. Dus dat draag ik. Ja, dat draag je. Ik ben er niet geweldig. Van die twee dagen, maar één van die twee dagen. Eén van die twee dagen draag je het. Ja. Jullie hebben het gehoord, Conchita goes Surifatu. Ja. En ik heb van mij ook al. Oké. There you go. Maar we gaan afsluiten. Jammer, want ik zou veel langer met je willen praten, Conchita. Want je hebt zoveel informatie, je doet zoveel goede dingen in LA en overal. Ja, we wachten nog even. Ja. We wachten nog af. Maar dat is iets dat al rond is, dus ik mag er even over praten. Ja, nee, leuk. Dankjewel dat je me de primeur gaf. Surifatu heeft dus een primeur. Hallo, Surifatu, Ivan Tayapin, come on. Thank you, thank you. The shit, come on. Brasa, Conchita. Ivan, nee, you're the best, man. You're the best. Oké. My next dream is to make a movie with Ivan Tayapin. Thank you. Hint, hint. Hey, misschien komt er een film. Wie weet. Wie weet.
Give me 5. Tot ziens. Give me 5. Oh, wacht even. 5. Bye. Ja. Oké. Nee, dat is dat. God! Goedendag kijkers, ik ben Ivan Tayapin voor Surifatu.com. Ik zit vandaag hier naast een hele leuke dame. Ik hoef er volgens mij niet eens voor te stellen, want jullie kennen haar allemaal. Conchita Leeflang. Hallo. Conchita is hier op vakantie. En ze gaat ons even vertellen wat ze hier is komen doen. Wat ben je hier komen doen, Conchita? Vakantie, mijn ouders, mijn familie, mijn vrienden. En ik heb een nieuwe babylijn. En Babylon in Victoria, en dat is in Bundle of Joy. En ik ben ook komen kijken, weet je, de Now My Business, you know, associates, we're working together. Dus ja, maar oh, okay. En ik heb begrepen van de kranten dat je een fotosessie had, een of andere foto. Ah ja, dat moet ik nog doen. Ik heb een, ik heb een wedstrijd gehouden, want ik heb wel modellen. Ik heb modellen in Amerika, maar ik wil echt Surinaamse modellen een kans geven en ik vind die kinderen hier vreselijk mooi. Yeah. Ik vind die kinderen vreselijk mooi. Ik kon ook geen keuze die maken. Die diversiteit in die kinderen, naar Chinees, Creool, gemixt met alles. Er zijn bijna 1000 inzendingen gekomen. Mm-hmm. Ik wil alle kinderen hebben. Men moest me stoppen van, Conchita, stop. Die kinderen waren allemaal stuk voor stuk mooi. Ik hou er niet van om te moeten kiezen. Yeah. Maar ja, ik moest wel. Maar vertel, Nederlandse Hollywoodvrouwen, we hebben je allemaal erin gezien. En het is nu op tv in Suriname. Ja. Yeah. Het is een heel leuk programma. Hoe kom je eraan? Hoe ben je ermee begonnen? En waar gaat het naartoe met Nederlandse Hollywoodvrouwen? Ja, waar het naartoe gaat... Mijn mouth is sealed. Oh. Ze mag er niet te veel over zeggen. Niet te veel over zeggen maar wat kan je als misschien ja, maar in elk